canter of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values. And there is no freedom without those shared universals. Vrijheid is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse the question. Can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists is paramount. We hacked into the audience and then all of a sudden 300 phones would ring, you know? Goedemiddag iedereen, goedenavond, ook achter mij trouwens, waar ik niet iedereen kan zien. Welkom in de Bali, mijn naam is Tim Wagemakers, ik ben redacteur hier in de Bali en welkom bij het gesprek van de maand. Het tweede gesprek van de maand, een werktitel die blijkbaar de vorige keer zo goed bevallen is dat we hem weer gebruiken, want het is wat het is, een gesprek van de maand. Dit keer met drie andere gasten dan de vorige keer, maar weer dezelfde ideeën daarachter, namelijk... Eén iemand over de wetenschap, één iemand over de politiek en één iemand uit kunst, cultuur of iets anders wat u misschien gemist heeft, maar wel had moeten weten, horen of lezen. De spelregels zijn eigenlijk heel simpel. Ik praat, iemand anders geeft antwoord op mijn vragen. Tussen elk onderdeel door kunt u vragen stellen en om 6:45, 6:50 staan we buiten om onze consumptiebon op te maken die u als het goed is gehad heeft. Als u die niet gehad heeft, dan moet u nog... Dan moet u bij Annemarijn zijn. Helemaal goed. Wie hebben we vandaag? We hebben Wim van Saarloos. Hij is sinds 1 januari 2017, hij zit daar, hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit van Leiden. En sinds september 2016 vicevoorzitter van de KNAW. En hij schreef samen met voorzitter José van Dijk een opiniestuk in de NRC. Goedemiddag. Dat eigenlijk pleitte tegen het wantrouwen van de wetenschap en weer de feiten centraal wilde stellen. We hebben Ancilla van der Lees, die zit volgens mij achter mij. Ja, die zit daar. Lijsttrekker van de Piratenpartij voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017. En we hebben Oliver Willemsen, die naast Wim zit. En hij is auteur bij uitgeverij De Harmonie. Ik wil hem altijd sowieso complimenteren voor het feit dat hij iemand is die in Amsterdam schrijft, maar niet een coming-of-age roman heeft gemaakt over iemand die opgroeit en naar de dansen bij Jansen gaat. Zijn eerste roman ging namelijk over, dat was eigenlijk een soort luguber sprookje, In de Oostenrijkse Wurtel. En zijn tweede roman, Rosa, verschijnt in februari 2017. En waar dat op is gebaseerd, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst wil ik heel graag naar voren vragen en geef hem een hartelijk applaus. Wim van Saarloos. Ja. U schreef... Volgens mij was het, het staat zelfs letterlijk, 2 januari een opiniestuk in de NRC met José van Dijk, uw voorzitter. En dat heette Wetenschap is niet maar een mening. En de inleiding was, het is gevaarlijk om wetenschap te wantrouwen. Koester de cultuur die feiten onderscheidt en respecteert. Volgens mij is de eerste vraag die daarbij relevant is, waarom was dat stuk zo belangrijk? Waarom wilde u dat schrijven? Nou, als je het... Is hij aan? Ja. We zijn duidelijk ook gemotiveerd geweest door wat er nu in Amerika gebeurt met Trump, die opmerkingen maakt als die in de richting gaan bijvoorbeeld het klimaat. Het is maar een. Hij ontkent het klimaat. Hij ontkent het klimaat. Hij stelt mensen aan. Het ook klimaat ontkennen. Ja. Nou ja, klimaatprobleem ontkennen. Ja. Hij stelt mensen aan die voor de EPA, die Environmental Protection Agency, die daar ook zeer sceptisch over zijn. En je ziet het ook op het gebied van gezondheid. Dus dat was ook, en wij merken ook van collega's in Amerika dat ze zich echt heel erg zorgen daarover maken. Dus waar maken ze zich precies zorgen? Zorgen erover maken dat de wetenschap wordt weggezet als ook maar een mening. Precies de titel van het van ons stuk. En wij vonden het belangrijk om daar toch dat debat aan te gaan. Ja, want wat is wetenschap? Wetenschap is toch het zoeken naar de waarheid en kennis. Ja. Als we daarop doorpraten zo dadelijk, dan zal je ook gauw merken dat dat
dat wij ook beseffen dat dat complexer is dan heel simpel zeggen het is een feit of niet. Want je bent natuurlijk vaak bezig met te scheiden als je data analyseert en dergelijke van hoe zit het nou in elkaar. En daar is ook in de wetenschap debat over. Maar waar het ons vooral over ging is inderdaad de bredere thema's die ook in de samenleving een grote rol spelen. Waar wij vinden dat we toch moeten zorgen dat er consensus komt over wat het wetenschappelijk de visie op een aantal van die problemen is en hoe de samenleving daarmee omgaat. Bedoelt u daar eigenlijk mee, bijvoorbeeld rondom de klimaatproblematiek, moeten we op een gegeven moment gewoon zeggen, de wetenschap heeft het uitgezocht, we hebben een probleem, de aarde warmt op. Ja, bijvoorbeeld wat in Parijs gedaan is met de akkoorden. Ja. Ik bedoel, dat was niet mogelijk geweest als er toch niet een brede consensus was. Wij ontkennen helemaal niet dat er ook mensen zijn in zo'n geval die zeggen van wij geloven het niet of iets dergelijks, of kritisch zijn, ook vanuit de wetenschap. Ja. Maar toch, en natuurlijk is wetenschap niet iets wat je op een democratisch proces doet met 95% van de wetenschappers denken dat dit serieus is. Maar hè, als je er gewoon naar kijkt en als je met de experts praat, dan is toch de consensus, dit is zo serieus. Maar hoe komt dat dan, dat we blijkbaar het vertrouwen in de wetenschap kwijt zijn geraakt? Ik denk dat er twee trends zijn, of twee dingen een belangrijke rol spelen. Enerzijds zie je natuurlijk toch door internet en sociale media dat ook burgers op internet kunnen gaan en kunnen uitzoeken. Ik doe dat zelf ook, om zo te zeggen, als er bij ons in de familie een ziekte is, dan ga je ook op internet kijken. Thuis dokteren. Precies. Hè? Maar als het dus gaat over, denk aan vaccinaties, dan staan er heel veel meningen op internet. En er ontstaat aan die kant een beetje een gevoel van, je kan voor elk standpunt wel een mening vinden. Dat is zeker soms op internet het geval. Het andere, denk ik, de trend wat er mee te maken heeft, is dat we hebben het hier vooral ook over brede thema's die ook in de wetenschap spelen, met grote sociale of maatschappelijke impact, waar je ook niet snel tot een ja of nee antwoord komt, of het zit zo aan. De waarheid is soms moeilijker dan. Precies. Kijk, wetenschap is ook een heel breed palet, van uit de beta tot en met de alpha-gamma hoek, de sociale wetenschappen, de geesteswetenschappen. Ja. En hoe argumentatie loopt en hoe je tot een conclusie komt en wat een feit is en iets wat onder discussie is, dat verschilt ook wel binnen de wetenschap. Ja, want bestaan die verschillen, ik bedoel, het makkelijkste verschil is misschien de sociale wetenschappen en de beta-wetenschappen. Is dat ook in deze discussie een onderscheid dat gemaakt moet worden? Nou, sommige mensen die ons ook naar aanleiding van ons artikel hebben geschreven, die hebben ook precies dit punt gemaakt. Hè. Dan zeggen mensen van in de beta-wetenschappen kan ik me nog wel voorstellen dat je op een gegeven moment tot een bepaalde duidelijke conclusie je vermijdt het woord waarheid steeds, want dat is wat anders denk dan. Ja, en daar kom ik zo op terug. En dat het in de geest, in de sociale wetenschappen, waar ook vaak meer visies en theorieën en analyses naast elkaar staan en die je dan toch vergelijkt. Maar precies de reden dat je zegt het woord waarheid. Wat ik vanuit mijn eigen vakgebied natuurkunde een goed voorbeeld vind. We hebben heel lang Newton als waarheid gezien. Dan komt Einstein, die zet daar toch een nieuw gezichtspunt bij, waarin de wetten van Newton uiteindelijk prima uit voortkomen, waar we heel veel mee kunnen doen. En nu zie je zelfs hier in Amsterdam Erik Verlinde, die dus nu zelfs weer de gravitatietheorie ter discussie staat. Dus sceptisch zijn en vragen stellen over dingen die geaccepteerd lijken, is ook deel van het leven en de werkwijze van wetenschappers. Ja. Dus het is ook niet een heel makkelijk. Het is niet altijd zwart-wit. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat Trump niet een hele discussie over Newton en Einstein ging. Het gaat vooral om dingen die maatschappelijk spelen of het maatschappelijk debat zijn. Ja. Wat zijn dan de belangrijkste thema's waarop nu de wetenschap, ik wil zo meteen naar de wetenschap intern, maar waarop de wetenschap niet geloofd wordt? U zei klimaat, u zei. Nou, je ziet het ook met name rond gezondheid. Hè. Dus dingen als vaccinaties, waar ook trouwens bij Trump alweer ontwikkelingen zijn, dat hij ook daar dingen aanhangt waarvan, als ik met de wetenschappers uit de gezondheidshoek geneeskunde spreek, die ook zeggen, wat betreft vaccinaties, de bewering dat autisme gevolg is van vaccinaties, dat is echt voldoende uitgezocht. Daar zijn we van overtuigd, dat is niet zo. Iemand als Trump stelt dat ook weer, of althans stelt mensen aan die dat ook weer in twijfel trekken. Dus
daar heb je de belangrijkste dingen, maar je ziet ook richting energie is natuurlijk ook, ja. Maar goed, dat loopt. In Nederland heb je natuurlijk ook in de aanloop naar de verkiezingen vooral dat er een heleboel thema's spelen. Denk bijvoorbeeld aan het vluchtelingendebat, ja. Denk aan de Europese Unie. Tegelijkertijd merken wij hier in de Bali ook wel dat heel veel wetenschappers vaak zeggen van, ik heb helemaal niet zo'n zin om hier het debat aan te gaan met iemand die ontkent dat het aantal vluchtelingen bijvoorbeeld minder is dan in de jaren 90. De komst van de aantal. Ja. Hoe kijkt u daarna naar de positie van de wetenschapper in dat maatschappelijk debat? Nou, ik denk dat we inderdaad in dat maatschappelijk debat de wetenschappers wel zich meer moeten mengen. Juist op waar het gaat om inderdaad het aandragen van de feiten of de historie, inzicht in de historie of dingen die een rol spelen. Bijvoorbeeld als het gaat over discussies over wat helpt nou of wat helpt nou succesvol zijn van vluchtelingen in ons land. Nou, daar zijn onderzoeken naar geweest dat het juist helpt als je ze snel ook de taal laat leren, et cetera. Daar kunnen wetenschappers bij helpen. Maar ik besef heel goed, en dat beseffen wij allemaal, dat dan komt er een punt waarop zeg maar, je als wetenschapper misschien moet zeggen van nou, dit is wat ik vanuit de wetenschap kan adviseren, wat ik weet op grond van de feiten en analyse. En nu ga ik, dan ga je op een gegeven moment soms ook verder dat je je mening geeft over een advies geeft wat je gaat doen. Want dat is natuurlijk een heikel punt. Hè? We hebben het nu vooral gehad over hoe de wetenschap anderen kan helpen, zeg maar, of maatschappelijk debat kan helpen. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat wetenschappers misschien wel de hand ook in eigen boezem moeten steken. In de zin, even kijken hoor, ik vond iets van Maarten Keulemans die zei, ja, de wetenschap heeft ook een beetje een probleem met een integriteitskwestie. Als je kijkt naar de Wageningen Universiteit, waar een leerstoel wordt betaald door een chemieconcern. Als je kijkt naar, dat is dan wat ouder voorbeeld, Diederik Stapel. Als je kijkt naar vandaag de ophef rondom een UvA-onderzoek, waarbij iemand onderzoek deed naar jihadis en tegelijkertijd een sympathisant misschien wel zou blijken te zijn. Hebben de wetenschappers ook schuld aan dit probleem dat u in het begin schetste? Het woord schuld zou ik niet direct gebruiken, maar ik ben absoluut, ik heb zelf de woorden, de wetenschap moet ook de hand in eigen boezem steken, heb ik zelf ook gebruikt. Ja. De punten die je noemt, dat doen we trouwens ook al, laat ik eerlijk zijn. Ik vind persoonlijk dat die spelen, dingen als met Stapel, daarvan zeg je toch eigenlijk, dat moet niet kunnen, daar moeten we scherper op zijn. Er zijn ook dingen in de medische wereld, waar de medici zelf ook al stappen zetten. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht zegt ook, we zijn misschien te veel gericht geraakt op zeg maar, het scoren in de wetenschap en te weinig gekeken naar de impact van het onderzoek. Dus ja, ook op het gebied van integriteit zetten we ook stappen, ook vanuit de KNW. Wat voor stappen zijn dat dan? Nou, dat is bijvoorbeeld op het gebied van, Nederland loopt behoorlijk voorop in termen van de integriteit waar nu. Het is een landelijk organisatie, wetenschappelijke orgaan, wetenschappelijke integriteit, waar we nu met verschillende universiteiten zijn aangehaakt, inmiddels ook andere onderzoekinstituten, om ook uit te dragen. Ten eerste kunnen die onderzoek doen als er een vermeende fraude of integriteitsissue is, maar ik denk ook dat we, en dat zie je ook nu al opkomen, aandacht moeten geven bij de opleiding van jonge onderzoekers van. Ja, wat kan en wat kan niet. En wat kan niet? Onder andere het overnemen van data van anderen zonder een erkenning. Dat is natuurlijk de interne dingen. Toevallig heb ik net even nog met José van Dijk gesproken over het punt wat je noemde, die jihadi-persoon. Zij zei bij ons in haar analyse, ze komt uit die hoek, zouden we altijd intern gecheckt hebben dat je ook weet, want hier speelt in de discussie, begrijp ik ook, dat ze zeggen, ja, wij weten niet wie het geweest zijn en wie we onderzocht hebben. Ze zegt, als dat goed gedaan zou zijn, dan was dat altijd ergens achter slot en grendel te achterhalen waar dat zat. Nou, dat soort dingen is absoluut meer aandacht nodig ook. Ja, en dan het laatste punt voordat we meer richting, wat kunnen we nou doen in 2017? Ja. Ik verbaas me altijd enorm dat bijvoorbeeld Wageningen Universiteit betaald wordt, of dat er takken zijn die betaald worden door de bedrijfstakken. Is dat problematisch? Je stelt het nu heel algemeen. Hè, want, ik kom zelf uit de Bertha-hoek. Daar hebben we
regelmatig, ik heb ook een tijd gezeten bij een onderdeel van NWO, waar we met name ook dat soort samenwerkingen vormgaven. Daar letten we altijd scherp op, met afspraken ook dat je alles mag publiceren, et cetera. Maar ik zie wel degelijk gevallen, ken ik ook, waarin je zegt, dat wordt een te sterke verstrengeling. Kijk, je moet, en ook daar worden nu stappen in gemaakt, dat als een hoogleraar wordt aangesteld of adviezen geeft, waar bijvoorbeeld een eigen bedrijfje van kan profiteren, ook dat soort gevallen zijn, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus daar worden ook op dit moment, toevallig net een paar weken geleden stukken gezien, ook daar worden mensen gevraagd voortaan aan te geven, wat voor bedrijfjes heb je, et cetera, en zodat daar scherper kan worden. Ja. Maar in de algemeenheid zoals jij hem geeft, zou ik zeggen, dat is te algemeen, maar ik denk wel dat we daar goed scherp op moeten zijn. Ja. Ook hier weer, als ik eerlijk ben, de medische hoek is ook daar lastiger. Bedrijven, farmaceutische industrie, die om zo te zeggen onderzoek achterhoudt als de resultaten zich niet bevallen, als ze niet bevallen. Dat kan niet. En daar moeten dus denk ik ook echt scherpere afspraken worden. Hoe ziet u nu, want u heeft dat stuk geschreven, de reacties daarop? U schreef dan ook in dat stuk inderdaad dat wetenschap de hand in eigen boezem moet steken. Heeft u nou, heeft iemand u het antwoord gestuurd hoe we dit gaan oplossen, hoe we het vertrouwen in de wetenschap gaan herstellen het komende jaar? Ik denk dat niemand het precieze antwoord heeft, want eigenlijk zijn dit relatief, vooral wat betreft internet, dus relatief nieuw voor de wetenschap. Plus, wat ik eerder aangaf, het zit vooral in de hoek waar je het hebt over bredere thema's die complex zijn, waar ook de wetenschap niet heel snel tot een ja of nee antwoord komt. En ik denk dat we, wat ik het meeste zie van de collega's, maar ook van buiten, mensen van buiten de wetenschap die ons erover schrijven, dat we, nou ja, je merkt dat we zoekende zijn naar vormen waarin we ook beter uitleggen hoe de wetenschap tot bepaalde conclusies komt en, nou ja, dat betekent leren omgaan ook met de onzekerheid die er soms nog in zit. Ja. En daar heb ik nog niet het antwoord op hoe dat moet. Ook in andere landen speelt ditzelfde debat. En niemand heeft helemaal een antwoord. Maar het betekent dus inderdaad dat wetenschappers meer het maatschappelijk debat moeten durven aangaan. En tegelijkertijd ook helderder soms kunnen durven aangeven van, hier staat het. En zo zeker of onzeker is het. Nou, dan blijven wij in ieder geval wetenschappers uitnodigen met u als getuige dat ze moeten komen dan, denk ik. Dat is in ieder geval een fijne conclusie van dit gesprek. Ik vroeg me af, we hebben nog wat tijd voor 1-2 vragen uit het publiek. Zijn er mensen die, ik zie, als iemand daar, dan moet u even roepen. Maar ik zie daar in ieder geval iemand die een, loop jij, Freek? Andere kant. Ja, ik vroeg me af, ik heb uw artikel niet gelezen, excuus. Misschien dat het erin staat. Maar is er onderzoek gedaan naar of mensen de wetenschap minder vertrouwen? Ik praat even zo. Ik weet dat er onderzoeken gedaan zijn, onder andere, ik dacht vorig jaar ook in Nederland. En dan scoort op dat moment de wetenschap nog behoorlijk goed. Dan we scoren als wetenschappers beter dan politici. Maar dat is niet zo moeilijk, toch? En juristen. Ons punt is ook, kijk, ik wil voorkomen dat de perceptie is dat wij uitstralen van vertrouw ons nou maar, wij hebben de waarheid in pacht. Dat willen we niet uitstralen. Maar wat wij vooral zeggen, in ons artikel, je hebt het niet gelezen, dus laat ik daarom even benadrukken. We hebben ook gezegd, de rechterlijke macht en de journalistiek zijn ook onderdelen van de samenleving die het vinden naar de waarheid, of gebruik ik het woord dan toch maar even, helpen, moeten helpen bewerkstelligen. En wij moeten onze instituties met regels, er zitten ook regels in, de journalistiek heeft andere regels, de wetenschap heeft ook interne regels waar, hoe je komt tot beslissingen. Dus in verschillende van die beroepsgroepen is blijkbaar, nou ja, we zitten natuurlijk ook met mensen die de rechters en nepjuristen noemen en dat soort dingen. Dat is niet helemaal enquêteparaat, maar er is wel onderzoek naar geweest. Het valt dan eigenlijk nog wel mee, maar we maken ons vooral zorgen door politici die wetenschap, juristen, de juridische rechtspraak of de rechtspraak wegzetten
op zo'n manier. Ja, want wat ik me dan een beetje afvraag, zeg maar, is... want het gesprek gaat nu ook heel erg van wetenschap, een beetje hand in eigen boezem steken. Maar het zou ook gewoon zo kunnen zijn dat er in de maatschappij altijd 10-15% mensen zijn... die de wetenschap gewoon niet geloven. Weet je wel, die denken van ja, amoula, weet je wel, ik zie het om me heen. En weet je wel, die heb je volgens mij gewoon. En misschien is het zo dat die misschien nu iets meer aandacht krijgen. En dan zou de conclusie, zeg maar, dat de wetenschap iets fout doet, misschien niet de juiste zijn. Dan is het meer van dat de wetenschap misschien een iets grotere mond moet hebben. Ja, daar zat ik een beetje naar te zoeken. Het is goede vraag of het een constante is of dat... Ik weet niet helemaal, zeg maar, onderzoeken in de loop der tijd of dat is afgenomen. Maar het zou natuurlijk een hele mooie uitkomst zijn als mensen eigenlijk zouden zeggen, nou, jullie maken je te veel zorgen. Ja. En die grotere mond bevalt u in die zin ook wel? Ja, of, ja misschien wel, maar niet in de zin van, ik denk echt in deze complexe maatschappij dat wij... Kijk, er is iets anders natuurlijk gaan. Er is minder respect... En dat bedoel ik niet negatief, maar de autoriteit heeft minder automatisch gezag. En ik denk als ik terugkijk jaren 80, om zo te zeggen, was toch meer de neiging in de samenleving aan te nemen wat autoriteiten zeiden. Dat geldt ook voor wetenschappers. Ik denk dat het soms ook juist heel goed is dat autoriteit niet zomaar het gezag heeft... Dat wordt ook sneller ter discussie gesteld. Maar daar moeten we dus als wetenschap denk ik op een andere manier mee leren omgaan. Ja. Ik denk dat dat deel van het antwoord is. Er was daar ook nog een vraag. Ja. Sorry. Goedenavond. Ik ben zo iemand die in Wageningen gestudeerd heeft. En ik merk het wel vaker dat het vingertje altijd heel erg naar Wageningen gewezen wordt. En ik vind het fijn dat u dan zegt van nou, er is heus wel veel meer wetenschap wat betaald wordt door bedrijven. Nou, vooral in de farmaceutische industrie en meer plekken. Nou ja, je kunt ervan vinden wat je wil. Ik geef ook toe dat Wageningen een beetje een atypische constructie heeft met een gedeelte wat echt universiteit is en een gedeelte wat onderzoeksinstituut is en dus commercieel. Maar het snijdt ook wel iets aan wat een beetje een diepere issue is binnen de wetenschap, namelijk de financiering. Waar haal je in vredesnaam geld vandaan voor fundamentele wetenschap of iets wat de grenzen van ons weten op weten te rekken? Ik geloof dat de Piratenpartij daar trouwens ook nog iets over heeft in hun partijprogramma. Want zij zijn volgens mij net als ik ervan overtuigd dat wetenschap wat... financierd is door het publiek ook publiekelijk beschikbaar moet zijn. En dat is in veel gevallen nou eenmaal niet zo. Als je de wetenschap beweert iets, is het voor het grootste gedeelte van het publiek erg lastig om dan erachter te komen wat de wetenschap nou precies beweert. Want veel van de publicaties staan achter een paywall. De uitgeverijen hebben ontzettend veel macht daarin. En de willen wetenschappers, die willen dat helemaal niet. Die willen gewoon eigenlijk ook dat hun onderzoek door iedereen gelezen wordt. Ja. Zij moeten zelfs betalen vaak om zichzelf gepubliceerd te krijgen. En ondertussen moeten de mensen die het lezen ook nog eens betalen om het te lezen. Het is een beetje een racket eigenlijk. En het is nou eenmaal zo gevormd en zo gegroeid. Maar in deze tijd van internet, waarin in principe, ja, je hebt die tijdschrift eigenlijk helemaal niet meer nodig. Je kunt gewoon pdf's downloaden. Ja. Dat doet ook iedereen. En er zijn wel manieren om erachter te komen, maar die zijn dan weer niet legaal. Dus vraag ik me af, wat is het standpunt van KNAW daarin? Vindt u ook dat wetenschap publieker moet worden? Want ik denk dat dat ook... Hoe ontsluiten we beter? Ik heb niet de illusie dat iedereen die wil weten hoe het nou werkelijk zit met klimaatverandering ook daadwerkelijk de papers erop na gaat slaan. Maar het moet wel kunnen. Ja, moeten het wel kunnen doen. Volgens mij een heldere vraag. Ja. Dat is vrij makkelijk, zou ik bijna zeggen. Ik ben het met je eens dat publiek gefinancierd onderzoek in essentie of in principe publiek toegankelijk moet zijn. Er is ook een sterke drive om dat nu te gaan doen. Nederland is daar trouwens in internationaal opzicht ook een behoorlijke voorloper in. Dus de regering, huidige kabinet, heeft ook al met ons en andere onderzoekinstellingen de afspraken gemaakt dat binnen een paar jaar het grootste deel van de publicaties ook publiek toegankelijk moet zijn. Daar zit nog heel veel gedoe met sommige uitgevers achter, maar die doelstelling is heel duidelijk en je ziet het ook al sterk toenemen. Ik wil aan toevoegen uit mijn eigen ervaring toen ik als hoogleraar in Leiden werkte.
al zelf 10, 15 jaar geleden stonden al mijn artikelen in één keer op publieke servers. Niet op de manier waarop ze gepubliceerd waren, maar als preprinter. Dat deden wij gewoon eigenlijk in mijn vakgebied als standaard. En ik geloof daar ook heel erg in. Maar in die zin kunnen we dus zeggen dat over een paar jaar, als het goed is, het beter ontsloten is. Ja, als het goed is wel. Ja. Okay. Nou, ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Over een paar jaar zien we dan alle publicaties en wat eruit komt voor ons. En we zien u komend jaar dus nog wat vaker in debat hier misschien wel over thema's die we aangaan. Oké, hartelijk dank. Ja. Wim van Saarloos. Dankjewel.